Hallo, ik ben Simone en welkom bij Siniac Noord. We beginnen vandaag bij protesterende kinderen. De schooltuinen moeten namelijk gesloten worden en daar zijn ze het niet mee eens. Dus verschillende basisscholen van Noord gaan naar de deelgemeente om te protesteren. Hoi, we zijn vandaag bij basisschool De Blijburg en zij zijn boos. Kinderen pikken het niet en gaan nu naar de deelgemeente om er iets van te zeggen. En met wie ben ik hier? Met Jonas, en Dennis, en Luc en Bo. Hallo Jonas, Luc, Dennis en Bo, als ik het goed heb. Ja. Jullie zijn boos? Ja, heel erg. En waarom dan eigenlijk? Nou, omdat de schooltuinen weggaan en het is daar altijd heel leuk en je maakt echt allemaal leuke dingen. En ja, je leert gewoon om met de natuur om te gaan en het slaat gewoon nergens op dat ze ze laten weghalen. Wat komt er? Er is geen alternatief. Nee. Dus waarom halen ze het weg? En dan zeggen ze dat Rotterdam groener moet. Dus. Ja, en hoe heet het, voor de ouders is het ook heel leuk, want... Dan krijgen ze ook gratis groenten en zo. En dan is vers gebakken lekker biologisch. Wauw! En in de supermarkt. Ja. En dat is veel goedkoper en leuk. Dus, en het zelf door je kind gemaakt en dat is ook heel leuk. En het is ook leerzaam voor later. Ja, dan leer je gewoon met de natuur omgaan. Jij wou ook nog iets zeggen? Ja, want meestal zie je die zonnebloemen en die worden maar zo hoog. Maar in de schooltuin worden ze echt zo... Ja, echt. Ik vind het ook een beetje raar dat ze wel een garage van 20 miljoen euro kunnen bouwen, maar geen schooltuin kunnen onderhouden. Ja, en... Maar het is gewoon veel, Ja, ze zeggen ook dat per tuintje of zo 10 euro kost, maar wat kost het Kralingse Bos dan wel? Want net zo goed wij ook een schooltuin krijgen. En dan kan het Kralingse Bos kleiner gemaakt worden of zo, in ieder geval. Ja, dus jullie gaan nu vandaag, gaan jullie gewoon zorgen dat het niet gebeurt? Nee. Ja. Maar het is gewoon, het slaat nergens op. Nee, dan zegt meneer Skol zo wel, ja, maar het is te duur, dat soort dingen. Maar het slaat nergens op, vind ik. Ik heb net bloemzaad gekregen van De Blijburg om te strooien in mijn eigen tuintje, omdat het bij jullie helaas niet meer door kan gaan. Verschrikkelijk, hè? Heeft u vroeger zelf ook een schooltuin gehad bij uw school? Nee, nooit. Dus het lijkt me hartstikke leuk. Ja, en kinderen. Dat het ophoudt. Ja. En waarom is het zo erg dan? Omdat die kinderen juist in de stad van het buitenleven moeten genieten. En als dat in de schooltuin kan, dan is het helemaal leuk. We zijn hier om te demonstreren tegen het voorgenomen besluit van de deelgemeente om de schooltuinen dicht te gooien. Wat is daar zo erg aan dan? Nou, dat spreekt voor zich, lijkt me. De kinderen alle kinderen in de stad moeten volgens mij weten van de keten van voedsel. Moeten met hun handen leren hoe je een zaadje plant, hoe je het onderhoudt, hoe je ervoor zorgt. Zien dat het opkomt in het oogsten en met je oogst, zoals wij altijd doen, ook nog een lekkere soep maken. En dan van je eigen soep proeven. Er is geen kind die dan zijn eten niet opeet. Het lijkt me wezenlijk onderwijs. En de kinderen denken er net zo over. En die willen ook heel graag dat hun jongere broertjes, zusjes, vriendjes, kinderen van school ook later in de schooltuin kunnen. Hoi, wie ben jij? Ik ben Lena van de Imelda School. Ik zit in groep 7 en ik vind dat de schooltuin open moet blijven, omdat we 1 keer in de week schooltuinles hebben. Voor mij is het dan geen schooltuinles meer, maar dit meisje zit ook op de Imelda School en zij wil heel graag een keer schooltuin meemaken. En dat kan niet als die over 1 jaar of 2 dicht gaat. En wat heb je daar in je hand?
Uien die deel ik uit aan iedereen die ik tegenkom. Aan grote mensen, kleine kinderen. Want als de schot in een open gaat, kunnen zij daar een keer op een vrije dag kunnen ze een keer een uien gaan planten. En komen die uitjes echt uit jullie schooltuin? Ja. Ik had een ui en die was zo groot. En daar zaten allemaal zaadjes in en die heb ik eruit gehaald en die heb ik geplant. Heb ik ze uit de grond gehaald en heb ik ze gedroogd. En wist je eerst dat het allemaal zo moest met uien en hoe dat werkte? Nee, dat merkte ik pas toen ik bij de schooltuin zat. Ja, dat is toch belangrijk, want anders weten kinderen helemaal niet meer hoe dat zit met groenten en hoe dat dan... Ja. En zij weet nu al heel veel over planten, maar ze wil nog meer kennis willen leren over planten. Ja, want je hebt helemaal nog niet in de schooltuin kunnen zitten. Nee. Dat is echt heel stom. Ja. Zeg maar dan tegen de camera dat de schooltuin niet weg mag. De schooltuin mag niet dicht. Dankjewel, allebei. Bedankt voor de handtekeningen. Ik zal ze op elkaar hangen. Wij willen schotten! Schrikken zijn er zoveel kinderen tegenover? Ja, het is schrikken, maar ook wel goed. Want ze vinden het dus heel belangrijk dat de natuurlessen blijven. En nou, dat is goed dat ze dat duidelijk maken. Ja, want Rotterdam heeft van oudsher ook echt een band met de schooltuin. Ja, en we vinden het ook heel belangrijk. Alleen zoals het nu is, is het heel duur. En we proberen dat gewoon op een andere manier te doen. En er zijn heel veel mensen die al hebben aangeboden, wij willen vrijwillig meehelpen. Dus het is niet zo dat het helemaal verdwijnt. We moeten het alleen anders doen. En als het anders moet, is vaak ook wel weer even wennen. Maar dat komt helemaal goed. Ik ben een moeder van een kind die naar de Pleiberg gaat. Nu hoorde ik u net, wat heeft u daar in uw hand? Ik heb van mijn dochter net een luchtpellen in mijn hand gekregen, want die worden hier verdeeld. En ik dacht zo, het is een fijne symboliek. Die luchtpellen, veel meer kwamen ook niet uit bij dit gesprek nu, helaas. Lege woorden? Ja. Geen oplossingen? Nee. Alleen maar op zich niks. Het wordt anders, maar hoe weten we niet. En aan het einde zijn het allemaal luchtpellen.